Dat is Carolien van de ambassade. Ligt alles er goed bij, Carolien? Ligt er heel mooi bij, absoluut. Ja. Ook in Oekraïne zorgen de bomen in bloei voor mooie voorjaarse plaatjes. Kees kan er vandaag even lekker van genieten, want hij heeft vandaag een chauffeur. Ik word door Carolien dus rondgereden, dus enorm luxe, een chauffeur van de ambassade. Het is ook prachtig vandaag, explosie van groen en bloemetjes. Het is eigenlijk de mooiste tijd van het jaar van in Oekraïne nu. En straks de kool zat er nog bij. En daarna wordt het heet en droog. Met Carolien doen we gewoon een rondje langs de velden en ook langs de koeienstallen. Hiervoor zat Carolien in Polen als landbouwraad en daarvoor ook in Oekraïne, dus ze is weer terug. En ze is hier ook vaak genoeg bij die koeienstallen geweest, dus is er wat veranderd. Er is een extra stal bijgekomen de laatste keer dat ik hier was. Ja. En we zijn deze aan het afbreken, kleine update. Dus we zijn al voorbij die loopgang. Dat, wat er nu nog staat, dat blijft staan. Tot volgend jaar, denk ik. En dit is nu bijna weg. De betonvloer die snijden we in stukken. Maken we grote betonplaten van en die gebruiken we tijdelijk nog om hier en daar het erf te verharden. Dus dit was de stal. En dit is het einde van de stal. Er komt hier ook nog weer, ik denk ongeveer 200 kilowatt aan zonnepanelen bij, voor eigen gebruik. Het is nu 11 uur, nee, kwart, hoe laat is het? Kwart voor 12. Dus de zon staat ook al aan deze kant van het dak. En om 2 uur is aan de andere kant van het dak schaduw. En dan nemen deze zonnepanelen het over. En ja, wij leveren dat niet in het net. Dat gebruiken we allemaal zelf voor de ventilatoren. Maar voor de melkstal, voor de mestpomp, voor de sojatoasters. Omdat hier eigenlijk ook niet genoeg stroom is en omdat die Russen ook de hele tijd alles bombarderen, wil ik uiteindelijk volledig onafhankelijk zijn. Maar Carolien is natuurlijk ook wel benieuwd naar hoe het land van Kees erbij staat. Want als Nederlandse vertegenwoordiger in het buitenland, die zich specifiek richt op land- en tuinbouw, wil ze zoveel mogelijk weten over Kees zijn bedrijf. Zaaimachine, 1795. De jongen die erop zit, Sergei, de zoon van onze hulp in huis. Die komt van kleins af aan bij ons en die zaait nu voor het eerst. In zijn eentje de kropbakkers, dat is 22. Hartstikke verantwoordelijke jongen is dat. En die zaait hier zonnebloemen. We hopen dat alles goed gaat. Waarschijnlijk niet, anders stopt hij nu niet. Waarschijnlijk vergeet het zaadje aan te zetten. Weer voorin daar kunstmest, fosfaat, vloeibare fosfaat. En daar achterin ook. De een volle tank is ook 100 hectare. Het is een beetje een ander systeem van Vereinzeloen. Ik weet het woord nog steeds niet. Dat is een maximeurs van zo'n dier. Dat werkt ook goed, maar dat werkt niet met zo'n transportbandje, maar met een borsteltje daar middenin. Hier ligt het zaadje, maar is niet echt. Niet echt diep genoeg, denk ik.
Dat is Caroline van de ambassade. Ligt alles er goed bij, Caroline? Ligt er heel mooi bij, absoluut. Ja. Caroline vertrekt weer en Kees gaat direct door naar een ander perceel. Er komt de DB80 aan. 24 meter zaaimachine. 48 rijen. Met de RX ervoor. Het is het eerste jaar dit jaar. En het begin was lastig, want er zat een apart oliesysteem op de DB80, aangedreven door aftergas. En er waren continu problemen mee en die aandrijfas daarvan brak continu af. Maar nu hebben we dat vervangen naar de hydrauliek rechtstreeks van de trekker, want deze trekker heeft genoeg oliecapaciteit. Die andere trekker die had dat niet. De 8000-serie die hiervoor voor deze zaaimachine liep. Deze 9000-serie heeft het dus wel. En nou even afkloppen, maar de afgelopen anderhalve etmaal is goed gegaan. In de eerste mais zit in de grond, silo mais. Daar ligt hij. We moeten de zaaimachine nog een beetje afstellen. Hij komt net uit de bieten. Dat is Misha. Daar staat het zaaigoed. Op dit perceel ligt heel veel mest. Dus we hebben verder geen kunstmest voor nodig. En we hebben nu de eerste paar honderd meter gezaaid. En nu even de zaaimachine afstellen. En dan gaan we 1500 hectare silomaïs zaaien. Waarvan gedeelte ongeveer 1000 hectare recht in de silo gaat. En de rest wordt korrelmaïs. Afhankelijk van de kwaliteit van de ene perceel of andere perceel kiezen we welk perceel in de silomaïs gaat en welk in de korrelmaïs gaat. En we willen de beste kwaliteit silomaïs. Dus we zoeken de beste percelen daarvoor uit. En de rest gaat in de korrelmaïs of welk in de natte korrelmaïs. Dat gaat door een molen heen en dat kuilen we dan ook in. En dat ligt hier allemaal vlak om de koeienstal heen. Dus dat komt goed. Hopelijk. Вот тут старе колія, а тут якесь нове колія. Що це таке? І це виходить 27 чи 26 рядок? Так. І нема... Uiteindelijk hebben wij problemen gevonden met deze zaaimachine. Er was ergens een volt met een potentiometer. Die was die de hoogte van de zaaimachine meet. Die was geoxideerd. We hebben net gevonden, we hebben vandaag een paar uur stilgestaan. Maar nu zaaien we hier met 12, 13 km per uur silomaïs en de silomaïs stoppen. Na het silomaïs zaaien komt er direct mest op. Met de vrachtauto brengen we dan het land in de container, die zuigt het eruit. De trekker wordt even getankt. En dan rijden we met deze trekker door het spuitspoor. Elke 36 meter. Die boom is 36 meter breed. En dan doen we de 20 kuub. Dunne mest op. Dat moet ook, want de mestbassin zit tot de nok toe vol. Dus we hebben ook geen tijd meer om te wachten. Het is een lange dag geweest, maar de dag kan altijd langer. Ook 's nachts wordt er nog hard gewerkt. En die drie percelen samen is ongeveer 500 hectare. Meer zelfs, bijna 600.
12 meter zo'n dierzaaimachine zaait hier zonnebloemen op. En bovenal laag is een beetje grof en een beetje droog, dus dat schuift hij met de row cleaners aan de kant. Maar dit zaaimachientje moet ik even afkloppen. Maar zaait maar en zaait maar en zaait maar. Die rijdt tussen de 13 en 16 km per uur. Ik kan slecht zien hoe donker is, maar... Hij rijdt ongeveer 15 km per uur nu. Als je dan toch bent, kun je net zo goed direct kijken of je tevreden bent over het resultaat. Even kijken of ik in het donker zo saai goed kan vinden. Als een dief in de nacht beweegt Kees zich over het land. Dus hier heeft hij nog niet gezaaid. En hier wel. Zie, het lijkt vrij grof. Hij heeft met één hand de telefoon in de zaklamp vasthouden. Drogen. Aan de droge kant. Maar er staat regen in de voorspelling. En we hebben hier ook de grond bewerkt. Een stukje verderop is no-till. Ja. Niet helemaal super. Maar er komt regen, dus... Tenminste, dat staat in de voorspelling. En ook voor meerdere dagen, dus ik denk dat het wel komt. Dus dan komt het hier uiteindelijk wel goed. S'nachts hebben ze, afgelopen nacht hebben ze het perceel zelf gezaaid. En overdag, nu je het een beetje beter kan zien en er zit opnieuw een chauffeur op, doen we dan de kalbakkers. De zaaimachine is gewoon een verder staat tempo. Eenmaal even in de rust, beseft Kees zich hoe groot alles is. Alle percelen zien er hier groot uit. Raak je natuurlijk aan gewend als je hier bent, maar het is eigenlijk ongelooflijk. En dat is ook onze efficiëntie. En dit is perceel 83. Helaas geploegd omdat het in de herfst niet anders kon. Daar hebben we bieten gezaaid. En die staan... Die staan er ook op. Voor opkomst nog met Roundup gespoten. Waar is hij daar? Onkruid, biet. Ik denk dat je het op de video niet, op de camera niet kan zien, maar je kan haast het rijtje al een beetje zien zo. Dus hier is het begin ook goed. Lijkt regen aan te komen, nu de komende week, dus dat is helemaal mooi. De koolzaad explodeert ook op dit moment. Nou, explodeert is hier in Oekraïne misschien niet helemaal het goede woord. Maar die staat over een aantal dagen in bloei. Als het zo doorgaat. Dit perceel is met een nekzaad gezaaid.
Hier kun je dit spoor zien. Hier is ook één nekstad spoor op de kophakker. Hier komt de koolzaad echt omhoog. In zulke plekken is hij niet helemaal dik genoeg natuurlijk. Maar het komt ook trouwens dat we hier met de gewone kunstmeststrooien doorgereden zijn. Dat kon dit jaar even niet anders. Maar hier waar niks gereden is, staat het eigenlijk super. Het duurt niet lang meer voordat de eerste bloemetjes erin zitten. En dan, ja hoor, de lang verwachte regen komt nu ook om de hoek kijken. Het regent, prachtig mooi weer. En op de bietenperceel, dit is geploegd, staan alle bieten erop. Ik weet niet of je het kan zien. Die zijn prachtig. Het is natter vandaag. Heeft ze weer 4, 5, 6 mm geregend. En dit is onze tarwe. Ik denk hier, of hier hebben we nog geen stikstof op gestrooid. Hopelijk krijgen we dat tussen de buien nog een beetje voor elkaar. Zo hoog is die, zo nat is het. Dat ziet er volgens mij wel goed uit. Mooi schoon. Hij is ook wat modders gaat. 300 gram, 300, 400 gram. Dat hij mooi recht overeind blijft staan. Ja, als een beetje dit weer blijft, is het perfect voor graan. Dus het begin is goed wat opbrengst betreft, of hoe heet het, wat potentiële opbrengst betreft. Nou, nog tot een goed einde brengen en niet te vergeten het land te verdedigen tegen die Russen. Als die Russen doorbreken, dan hebben we niks meer aan deze tarwe.